Richard, proficiat. Je bent T1 van Royal Antwerp FC. Je eerste gevoel? Geweldig. Heel trots op. Ja. Je stond vorig jaar een beetje in de schaduw van uh, Jimmy Floyd Hasselbank. Wij vragen de nieuwe trainer altijd: wie is hij? Waar komt hij vandaan? Stel je even voor. De meeste kennen jou natuurlijk, maar toch nu als T1. Oké, okay, ik zal hem wel even een beetje vertellen. Ik uh, ben ooit begonnen als uh, klein jongetje als voetballer in uh, DWS bij, uh, in Amsterdam. Dat is eigenlijk een hele grote club in Amsterdam. Maar daar komen de grote spelers vandaan uit Nederland. Hè? Ruud Gullit, Frank Rijkaard, noem maar op. Uh, daar heb ik gespeeld tot mijn achttiende, uh, goed zeggen. Daarna heb ik nog een jaartje amateur gespeeld bij KBV in Amsterdam. En toen ben ik gevraagd door FC Den Bosch, betaald voetbal. Toen werd ik profvoetballer. Heb ik uh, een contract gehad van in totaal zes jaar. Uh, tussentijds heb ik een keer een probleem gehad met een trainer. Waardoor ik uh, verhuurd werd aan Telstar. En bij Telstra kreeg ik jammer genoeg in een bekerwedstrijd tegen AZ uh, een elleboogstoot. Viel bewusteloos neer en mijn carrière was voorbij. Want ik had een slaghaarlijke bloeding uh, in mijn hoofd. Nou, oké, okay, dat is voorbij gegaan. Toen dacht ik op dat moment, oké, okay, uh, even zwaaien. Uh, dacht ik op dat moment van, nou oké, okay, voetbal is voorbij. Mijn leven was bijna voorbij. Ik uh, ga nu zorgen dat ik een hele goede trainer word. Nou, wat ben ik toen gaan doen? Jeugd gaan trainen. Ik Begon bij de D'tjes, onder uh, 13. Nou, dat was helemaal geweldig. Die jongetjes gaven mij zoveel plezier dat ik dacht van hé, hier wil ik een verder. Nou oké, okay, het jaar erop, ouderen gaan trainen. Ik kreeg de onder 17. Dat heb ik uh, vijf jaar getraind. Ik werd toen ook benaderd door PSV. Uh, het ging dus heel goed met me. Uh, mens, het viel op dat ik uh, wat uh, ja, in de voetbalwereld als trainer kon bereiken. Toen ben ik, uh, ben ik naar Volendam gegaan. Uh, rare move zou je zeggen. Maar dat kwam omdat ik in een scheiding lag met mijn ex-vrouw op dit moment. En uh, ja, toen uh, ben ik uh, teruggegaan naar de route waar ik vandaan kwam, met Noord-Holland. En uh, nou, toen kwam ik bij Volendam. Ik ben daar eerst jeugdtrainer geweest van onder 17. Werd alleen al, lang, uh, al snel gezien dat ik dus meer in mijn mas had en uh, werd hoofd jeugdopleidingen. Nou, dat heb ik ook twee jaar gedaan. Toen werd ik uh, al twee keer gevraagd om assistent te zijn bij het eerste, waarvan het laatste jaar eigenlijk als interim coach uh, bij Volendam was samen met Johan Steur. Um, toen werd me na dat seizoen gevraagd of ik technisch directeur wilde worden. Plus jeugdopleiding. Dus ik heb heel wat dingen al gedaan in mijn carrière. En uh, ja, totdat Hasselbank mij natuurlijk vorig jaar belde: in de vraag van Richard: uh, Wil je met me mee als assistent naar Royal Antwerp? Ja, daar heb ik niet zo lang over na moeten denken. Ondanks dat ik nog een contract had van 2,5 jaar, ben ik toch meegegaan. En heb de club, gelukkig bevonden, mij daar toestemming voor gegeven. En uh, ja, toen ben ik hier gekomen: ja, en toen was de assistent. En nu word ik uh, T1 bij Antwerp. Heel veel in Nederland, één seizoen in België, tweede klasse voetbal. Hoe groot is dat verschil? Het, uh, ik bedoel het voetbal. Uh, het voetbal in België is wat fysieker. Uh, in Nederland willen ze heel veel voetballen, hè, het uh, positiespel spelen. Uh, heel veel aanval, heel veel risico's nemen. En uh, hier is het wat behoudender en, en ja, veel op kracht. Dat is wel het verschil. Een jaartje rol aan FC. Uh, wat blijft je bij vanaf van dit seizoen? Nou, het begon natuurlijk met de eerste training. Dat ik al dacht: van, geweldig, wat is dit? Wat krijgen we nu? Uh, toen begonnen we in het seizoen natuurlijk best uh, in de voorbereiding goed te draaien. En we begonnen de eerste wedstrijd Eendrags Aals. Nou, die vergeet ik nooit meer. Dat was zo'n mooi sfeer, uh, supporters. En ik denk van jezus, wat een fantastische club. Dit, dit moet iets moois worden. Helaas is het niet geworden wat we er allemaal van gehoopt hadden. En gedacht hadden misschien. Um, maar deze club, ja, dat is, dit is gewoon eigenlijk. Ja, misschien wel de mooiste club in België. En ik hoop uh, dat ik mijn steentje kan bijdragen om toch weer te zorgen dat de club weer uh, omhoog kan. Heb je de antwoordmicroben te pakken? Ik, ik heb het allemaal. Zie je het allemaal? <laughs>